Ik hoop gewoon niet dat ik gepakt word. Gewoon naar binnen gaan alsof dat je een optreden hebt of alsof dat je een pintje gaat drinken, vrienden gaat zien. Yes. Top. Nooit meer, echt. Ik werd net gebeld door de vader van Nelke. Die heeft zich gisteren laten inslapen. Kennen jullie eigenlijk iemand die euthanasie heeft gepleegd? Ik ken niemand die euthanasie heeft gepleegd. Ik kan me heel goed voorstellen als je echt zo ziek bent en al zo lang. En dat je op een gegeven moment echt alleen maar in een ziekenhuisbed kan liggen. Kan ik me heel goed voorstellen dat je... Het is toch zo eng als je je eigen moment uitkiest om dood te gaan. Spreek uw bericht in na de toon of stuur een sms-bericht. Hi Niels, met Anouk. Nelke heeft euthanasie gepleegd. En het gaat niet goed. Het gaat echt niet goed met Jim. Hij zondert zich weer super erg af. En elke keer als ik iets probeer, dan loopt hij weg. Of dan... Nou ja, jij bent gewoon zijn grote broer. En ik heb je gewoon echt... Jim heeft je echt heel erg nodig. Ik zou het wel gewoon heel tof vinden als ik je best man zou kunnen zijn. Hoort de bruidegom dat niet zelf te vragen aan iemand? Zullen we het wel plezanter maken? Wat dan? Huh? Klein weddenschapje. Weddenschap? Met Peter. Als wij winnen, ja, dan nemen jullie nog een zakje mee. Nee, 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 dat ga je niet doen. Oké, okay, als wij winnen, ja? Mogen we het zelf halen, mogen we het verkopen. Nee, dat is goed. Ken je dat? Ah, yes! Ja! Mogen zien we elkaar terug, jongen? Ik ga die shit niet doen, hè. Ik zeg je nu alvast. Ik ga niet. Ik zeg gewoon dat ik jouw hulp niet altijd nodig heb. Dat ik ook dingen zelf wil oplossen. Je duikt overal direct bovenop. Je hebt het misschien niet door. Maar altijd als er wat is, kan iemand niet eens zijn probleem uitleggen. Omdat jij er alweer bovenop duikt.